Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatarlock. Samen met Jordi van de Subpar Guys. Goedemorgen. De vorige Hij heeft zich weer voorbereid hoor. De vorige aflevering hebben we de achtste gym verslagen. Met minder pijn en moeite dan dat ik had verwacht van tevoren. Jij en ik hadden beide een teamwipe verwacht, laten we even heel eerlijk zijn. Ja, zeker, dat ik zeker verwacht. Er is maar één Pokémon doodgaan en niet eens door de gymleader zelf. Dus ik mag niet klagen. Nee. Kleine aanpassing aan mijn kant. Ik word er toch langzaam zeker meer richting dat Air Nomads gaan. Dus Coliseopot heb ik eruit gehaald en Rapidash heb ik eruit gehaald. Want Coliseopot is bulk water. Technisch gezien het is een bulk, dus ik mag hem wel gebruiken. Maar ik wil toch meer richting mijn R-natie gaan. Dus echt alleen maar de vier types die ik mag gebruiken. Oké. Okay. Met uitzondering van Credent, want Credent is mijn starter, dus ja. Dus ik heb nu Hatterene ingestopt in plaats van Rapidash. Ja. Yeah. En in plaats van Coliseopot heb ik nu een Hawlucha erin gestopt. Oké. Hawlucha is wel vet. Hawlucha is inderdaad vet. En daarnaast, hij is flying, dus ik mag hem gewoon gebruiken. Ja. En zolang Greedent blijft leven, hou ik het daar ook op. Verstandig. Oké, ik hoop dat ik Duraludon tegenkom in deze route. Zijn er nog meer Pokémon's deze route die ik mag vangen? Ik zal voor je kijken, maar als ik het goed heb onthouden, kan ik al heel kort zijn in mijn antwoord. Alleen Duraludon. Alleen Duraludon, tenzij je opeens Sword speelt. Dan kan je uiteindelijk nog proberen om een Darumaka te vangen. En dan hopen dat hij de juiste ability heeft. Ja, precies. Maar ja, ik ben heel eerlijk, ik vind het eigenlijk cheaten. Want ik heb alleen maar die ability wanneer hij... alleen maar die type wanneer hij zijn ability triggert. Oh, oké. Okay. Alleen dan wordt hij Ice Fire, ja. Mm-hmm. Tel je dat wel of tel je dat niet mee? Nee. Ik ga hem toch niet gebruiken, dus. Ja, dat is lastig, want dat is echt ability. Dan zou je hem eigenlijk alleen maar mogen gebruiken als hij zijn ability gebruikt, zeg maar. En zijn andere vorm niet. Nee, precies. Dus dan is het al heel makkelijk. Nee, dan is het alleen maar kijken of je een Duraludon kan vinden. Ik hoop het. Nee, ik had nog een beetje in de Wild Area een beetje rond zitten kijken. Maar voor de rest staat de Wild Area niks voor. Had jij nog stones nodig voor evoluties? Nee. Want de Lake of Hupplepup, of net de plek waar je bijvoorbeeld een Drampa kan krijgen, waar je surfer nodig hebt, daar kan je misschien nog... Ja, Lake of Outrage, ja. Yeah. Nee, daar kan je misschien nog een ding krijgen, een... de stones krijgen, dus Duskstone, Shiny Stone, Dawnstone, Firestone, Thunderstone en Waterstone. Ja, precies. Maar dat is het. Voor de rest zijn er niet echt meer plekken waar je echt goede dingen kan krijgen. Nee, ja, dan gaan we gewoon deze route gaan we gewoon volbrengen, denk ik. Yep. We doen dit. Er is in Windon ook genoeg te doen, dus... Ja? Zoals wat dan? Nou ja, hoe heet het? Je moet toch allemaal cutscenes en zo en met mensen praten en... Voornamelijk dat, ja. Ja. Veel gepraat. Ja, ik bedoelde geen interessante dingen om te doen. Maar we moeten wel dingen doen. Ja. Nee, ik vergelijk altijd dit stuk waar we nu in zitten. Heb je ooit Galactic Football gekeken? Ja, zeker. Ik vergelijk Achillean. Altijd dit stuk met Galactic Football. Waarin je letterlijk tot aan dit punt eigenlijk bar weinig story hebt gehad. En letterlijk de laatste... Ja, precies. Stuk. Alle story in één stuk. Ga je gang. Maar dat is precies Galactic Football. Galactic Football is zo vet. Totdat ze eigenlijk bij het stadion zijn. Ja. Dus dat stadion met de laatste matches gebeurt eigenlijk in die serie bar weinig. Klopt. Ik vind het wel een jammer serie, want heb je enig idee hoeveel seizoenen daar zijn? 3. Je hebt ook nog een goed antwoord gegeven. Ik weet het, ik heb ze allemaal gezien. 1 is goed, 2 is prima, 3 snap ik. Ik vond 3 ook vet. Ik vond 3 echt heel vet. 3 is mijn lievelingsseizoen. 3 is echt vet met
Dat ze zo die teams gaan mixen en zo. Ik vind seizoen 2 niet zo leuk. Met Netherball en zo. En dat Rocket geschorst wordt voor echt onzin. Ja, maar dat vindt... Ja, kijk, het is onzin. Het is volledig onzin. Maar, mm-hmm. Weet je wat? Het geeft wel een beetje diepte eraan. Dat ook een beetje... Ik vond in ieder geval seizoen 3 echt heel vet. Ja, en mixen ben ik mee eens. Mixen vond ik ook heel gaaf, maar... Mm-hmm. Jock is een asshole. Ja, Jock is altijd een asshole. Net als Sinette. Sinette is ook een asshole. Ja, maar Sinette is al sinds begin het asshole. En ja, die groeit mee. Mm-hmm. Jock is sinds begin al een asshole, is aan het einde een asshole. Ja. Ik vind het zo grappig dat Microice die clipjes gaat opnemen, weet je wel. Die, ja. Die reclamespotje. Ice Delight of zo? Wat is dat? Ja, iets in de richting. Ja. Ik weet nog de naam van de Snow Kids om en erbij. En daarmee houdt het ook eerlijk gezegd mee op. Nou, wat ik zo vet vond aan seizoen 3 is dat er dus ook allemaal nieuwe teams komen en zo. Ik dacht van, hé, eindelijk wat nieuwe teams. Nee, dat vind ik ook heel gaaf, dat nieuwe teams zijn. Maar je zit ook iedere keer zo in van, waar zijn dan de oude teams? En waar waren hun oorspronkelijk dan? Ja, precies. Want, oké. Het argument kan je geven dat sommige teams nu net zijn begonnen, net zoals de Snow Kids in het begin. Mm-hmm. Prima. Ja, maar dat er opeens dat vier, ze vijf... niet aan dat toernooi meedoen. Ja, of dat ze 4-5 teams opeens uit niks komen, zie ik ook bij mezelf van. Ja. Waar waren jullie destijds? Laten we even heel eerlijk zijn. Maar je hebt toch ook bijvoorbeeld zo'n team dat niet mee mag doen omdat dingen al meedoet. Snow Kids, een ander Aquiliaans team. Ja. Die hebben dan geen flux. En daarom zijn ze ook fucking slecht. Maar dat is toch heftig. Als je al zo weinig teams hebt, laat hem gewoon lekker meedoen. En laat die Technoids weg. Want de Technoids die zijn gewoon robots. Klopt, maar Technoids is puur en alleen maar reclame. Yup. Nou. Wat ik wel trouwens geniaal. Wat ik altijd... Waar ik altijd heel erg om moest lachen bij Galactic Football. Galactic Football is echt een hele easy anime. Of als je het anime mag noemen, daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar easy cartoon. Ik kan het gewoon animatie noemen. Ja. Een hele easy animatie. Want ze gebruiken echt 100 keer dezelfde clips. Ja. Dat is echt bij wedstrijden die je gewoon copy-paste. Welkom bij Power Rangers. Welkom bij iedere sports anime ooit. Welkom bij dingen zoals een Pokémon, een Digimon. Voornamelijk Digimon. Maar bij Pokémon valt het toch wel mee? Afhankelijk van het seizoen. Sommige dingen herhalen ze wel heel vaak. Oké. Maar Digimon is het heel erg in. Ja, Digimon heb ik nooit gezien. Kopieer even 2,5, 3 minuten van dezelfde animatie. Wanneer ze moet Digivolven. Mm. Nee. Maar ik vind de Snow Kids tegen een andere Ankyliaanse team vind ik nog steeds ook wel gewoon gaaf. Want het is ook een mooie, normale wedstrijd. Ja, dan gaat Tia opeens, krijgt dan de flux en iedereen, wat? Precies. Ik heb een Mr. Mime. En ik zag net nog een Duraludon, dus ik kan ook vies veel geluk hebben. Of het kan het net zo zijn dat wanneer ik er op zoek naar wacht, dat ik hem gewoon niet kon vinden. Ja, want ik hoop dat ik hem ook krijg. Ik meen me nog te herinneren dat ik op zoek was naar het Duraludon en ik na 2 uur nog steeds niet zo'n beest had gevonden. Nee, zoveel moeite had ik niet met Duraludon. Maar ik had hem meteen in de ding, in de wild area. Hoezo is Corviknight niet dood? Wat is dit nou weer? Wat een onzin. Het is een aardig bulkje Pokémon. Daar heb ik niks mee te maken. Hoe vond je trouwens de Among Us recordings voor jouw kanaal? Pluk naar de kanaal van Jordi. Ja, ik vond het echt leuk. Ik zorg gewoon voor dat die online komen dan deze, dus... Mm-hmm. Mits Ham heel traag is met editen, maar... Ja, dat verwacht niemand. Want deze die komen pas in november online. Dus ik hoop toch wel dat die dan een keer online is gekomen. November? Deze opdracht. De afleveringen. Die komen in november pas online, die we nu opnemen. Ja, ik kom net uit, ja, november.
Ja. Tenzij je opeens het broodschema op de kop gaat gooien. Nee, ja, ik heb heel veel. Ik plan ze allemaal in. Dus nu al. Ik heb nu al tot begin november ingepland. Dus. Oké. Okay. Nee, ik vond het heel gaaf. En dat is ook gewoon het mooiste. Dan zie je ook gewoon dat mensen er nou zin hebben erin. En dan weet je ook gewoon van, ja, weet je wat? Dan kan je een Among Us vaker doen. Maar dan kun je ook misschien een andere serie doen waarvan je denkt van, hey, die kunnen we wel ook mee doen. Die willen we ook mee doen. Dan heb je al gewoon een groepje van 2 of 3 die je voor misschien een andere serie weer kan doen. Ja, precies. Ja, en wat we misschien wel een keertje kunnen gaan doen is zo'n Jackbox of zo, weet je wel? Nee, precies. Met dezelfde mensen. En daar gaat het mij ook voornamelijk om. Want het mooiste van een community is ook wanneer je gewoon een mooie chillax community hebt. En dat het ook gewoon fatsoenlijk gaat. Precies, dat iedereen gewoon normaal doet. Dat iedereen gewoon zijn best doet. En dat er niet zoveel gezeik is. Of helemaal geen gezeik is. Tenminste, we hebben gisteren geen gezeik gehad. Nee. En dat is voor mij ook het belangrijkste. Want als er gezeik is, of tussendoor of onderling. Mm-hmm. Ja, dat verpest de sfeer meteen. En zit je ook meteen van, dit ga ik niet weer opnieuw doen. Nee. Natuurlijk, dat had jij natuurlijk ook al een beetje met die Draft League. Dat was een keer ook gezeik. Snap wel dat je dat niet meer doet, hoor. Nee, want kijk, ik heb geen probleem met een Draft League opzetten. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar ja, je weet ook donders goed. Milan, het is jouw beurt. Ja. Oké, dan is het gewoon in verwachting. Want ik weet gewoon, sommige mensen zeggen gewoon het werkt, dan is het gewoon in verwachten. Ja. En je weet ook gewoon donders goed dat sommige mensen je dan gaan hounden als een motherfucker. Van ja. Milan, kom op, Milan, kom op, Milan, Milan, Milan. En dan kom je weer terug van werken, lange dag werken, kom je Discord. Van, laat me met rust. Heb je 30 nieuwe berichten, iedereen vraagt hetzelfde. Ja. En dan snap ik wat ongeduld van sommige mensen, want die hebben dan een pik in hun hoofd en die willen die pik dan hebben. Ja, maar, snap ik ook wel, maar. Nou, doe eens rustig. Oh, ik moet eventjes, denk ik, de router refreshen, want ik heb een bear tick als overworld spawn. Een bear tick. Nee, ik kwam ook gewoon Duraludon tegen met de bear tick, dus het hoeft niet per se. Ja, maar ik heb bear tick en Abomasnow. Oké. Okay. Tegelijk maar 2 overworld spawns. Ja, als in special spawns, zeg maar. Nee, precies. Kijk, en het mooiste vind ik nog steeds gewoon de frustratie wanneer mensen dingen van elkaar pikken. Dat vind ik nog steeds het mooist. Het is heel erg, maar het hoort erbij. Ja, precies. Maar ik kan daar best wel... Ik vind... Ja, ik kan daar best wel tegen, hoor. Ik denk van, ja, weet je... jammer dan. Had je maar vorige ronde moeten pikken als je hem zo graag wou, ja. Ja, de mooiste vind ik altijd nog... was de eerste draft leak. Bradley, want toen had Harba Tonfen gedraft. Ja. En dus toen zei Bradley ook gewoon tegen hem van, oké, steek die freaking horns in je aars. Of die fucking slagtanden in je aars. Gewoon zulke dingen, maar dat is ook gewoon dom. Ja, hoe heet het? Het is maar een spelletje, hè? Precies. Alleen ja, ik had meteen de eerste match die ik wou doen al iemand die nooit kon, zeg maar. De laatste keer. Nee, precies. En dus stuurde ik het berichtje nog per ongeluk in de groep in plaats van alleen naar jou. Ja, maar dat is ook het meest vervelende. En daar geef ik ook Fabian ook gewoon heel groot gelijk in. Als je dit doet, moet je ook gewoon heel veel. Of heel veel tijd hebben of bereid zijn om er tijd voor op te offeren. Ja. Oké, weer geen Duraludon. Ik kom wel een andere keer terug. Ik moet eigenlijk wel een 60 Pokémon hebben. Ja. Nee, want het allermooiste vind ik nog steeds... Mensen denken dat, oké, je schrijft alleen maar de Pokémon's op... en tegen mensen zeg je... Succes, maak je teams voor de battles. Maar ik moet ook nog iedere battle moet ik ook nog nakijken. Mm-hmm. En dat vond ik het meest spijtigste in seizoen 2. Want toen zat Saman, Frank en Nando erbij. En alsnog... Van alle matches deed ik er alsnog 90% van ze. Oké. Ja. Daar zijn te veel matches om te commentaten. Ja. Ja, precies. Dus ik denk ook eerlijk gezegd, als ik weer een draft league ga doen, dat ik gewoon een draft FFV ga doen.
En dat is? Je weet wat Free for All is? Het concept Free for All ken ik op zich, maar niet per se in deze, in Pokémon, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Oké, en Free for All in Pokémon format betekent eigenlijk dat je 4 personen hebt. Je team is 3 Pokémons en het belangrijkste is wie het langste blijft overleven. Eigenlijk een soort Battle Royale van Sun and Moon. Maar dan beter. Maar dan beter, ja. Nee, daar ben ik wel mijn beste vergelijken, ja. Ja. En als je dan gewoon zegt van, oké, we doen een draft league met 4 personen. Je treft in plaats van een team van 12, tref je maar 6 Pokémons of misschien 8 Pokémons. Mm-hmm. Je maakt je team, je doet 3 fights, klaar. Degene die... Oh, dat is wel leuk, want dan ben je ook zo... Ja, hoe heet het? Daar heb je ook niet al te veel tijd voor nodig, zeg maar, extra. Voor de mensen dan, zeg maar, die meedoen, zeg maar. Het is niet dat je daar ook heel veel tijd voor uit moet trekken. Nee, je moet gewoon een team van 6 maken en je battles doen. Precies, en daar zat ik zo mee van, weet je wat, misschien is dat wel een heel goed idee. Want uiteindelijk, dan kan je direct met 3 andere personen afvragen van, oké, wanneer kan jij? Oké, die avond doen we doc, 3 ja, fights, precies. Klaar. Ik weet niet welke Pokémon er nou kwam, of Phalanx. Want dat lijkt me ook gewoon het meest chillste, want dan heb ik eigenlijk al 2 personen. Jij, ik, nou, dan zijn er 2 personen fixen, ben je dan. Het enige nadeel wel is, dan elimineer je wel mensen die geen Switch hebben. Ja, precies. Want je zou de Sander bijvoorbeeld niet kunnen vragen. Nee, maar dat is een beetje een ding ook. Van, doe je het op Showdown? Is wel gemakkelijker, toegankelijker. Mm-hmm. Maar dan kan je niet in die format doen. Nee. En erbij vindt dezelfde format zitten. Terwijl je het op een FFV manier gaat doen. Dan kan iedereen meedoen die een Switch heeft. Nou... ik weet vrijwel zeker dat jij nooit hebt gehoord van Oakslab. Nee. Oakslab is een online... hoe zeg ik dit goed? Online trading center. Ja. Yeah. Waarin jij een Pokémon door kan geven. Van, oké, mm-hmm. Ik wil graag een Bronzong met deze IV's, deze EV's, dit item. En dat is het. Dan geef ze een linkcode. Dan mag je een periode afhankelijk van hoe druk het is. En dan sturen zij die Pokémon naar jou toe. En dan moet jij in de random Pokémon toetreden. Nou, je kan er nu al gif op innemen. Ja, die dingen zijn wel hacked. Maar... Ja. Je hebt ze wel direct. Ja, precies. Gratis? Het kost niks. Ja, dat is niet waar. Het kost misschien een minuut om even een Pokémon te vangen. En even de wachttijd dat je het ruilen kan doen. Maar het kost geen geld. Ja, oké. Oké, heftig. Dat wist ik helemaal niet. Dus dat is een beetje het ding, want... Ik weet niet, heb je ooit een competitive team proberen te maken in deze game? Nou, in deze game is het wel makkelijkste dan dat het ooit is geweest, zeg maar. Klopt, het is makkelijker. Mm-hmm. Maar we hebben nog steeds een pain in the ass. Ja, gewoon breeden, toch? Het is gewoon breeden en dan proberen IV's, EV's goed te krijgen, vitamins erin te douwen. Mm-hmm. Die moves te krijgen. Alsnog ben je er 3 weken mee bezig, mm-hmm. maar... Ja, het ligt eraan hoeveel Pokémon's je moet doen. Als je maar een team van 6 hoeft, dan valt het wel mee. Nee, toch? Klopt, maar... Dan hoeft het toch geen 3 weken te duren. Klopt, maar soms wil je gewoon moves erop hebben die gewoon heel moeilijk zijn om hem erop te krijgen. Ja. Of wil je net diegene hebben met de juiste nature en heb je gewoon... Mm-hmm. Kut RNG. Want dan wil je graag een element, element scissor. En dan ben je bezig. En na 2-3 weken heb je alsnog geen element scyther om naar scissor te krijgen. Ja, maar dat is toch super easy te doen. Gewoon 1 scyther vangen en dan elke keer breeden totdat je een element hebt. Dat heb je in een uur gedaan, zeg maar. Ja. Niet als je fucking kut RNG hebt. Ja, maar dan kan je... Ja, dat is echt heel heftig als het zo erg is. Want ik had namelijk een Element Pawnyard nodig voor de Shiny Hunt die ik nu live doe op Twitch. Mm. En ik had hem in mijn tweede badge, had ik al een Element zitten. Ja, ik had gewoon kut. Die duurt ook altijd langst. Daarna, de rest zeg maar is meestal niet zo heel moeilijk, zeg maar, betere IV's. Alleen de nature is altijd even kut. Nou, ik ben door de route heen. Oh, dat doe je snel.
En ik vind nog steeds het belachelijk. Je gaat... Kijk, die heading is hartstikke mooi. Je weet precies wat ik ook heb. Je gaat, dan heb je die grote heading, dan heb je die dubbel toch gehad. Dan zie, je, dan zie je niks. Is nog allemaal dood. Dan ga je naar boven en dan zie je de stad. Ja, unsatisfying is dat, hè? Dat is heel gaaf om te zien. Wat ik dan wel minder gaaf vind, is die hele snelle overgang van... Ja, sneeuw, allemaal mooi. Ja, puur en puur. Ja, uit het niets, ja. Had het dan gewoon doorgestrekt tot de muur. Ja, precies. Want je weet ook donders goed, wanneer je in een stad zit, in een stad is het altijd warmer. Mm-hmm. En dat je gewoon kunnen zeggen van, ja, dit is gewoon warmer klimaat, want het is gewoon open vlakte, veel steden. Ja. Dynamax Energy is zo nucleair als maar kan en is ook heel warm, dus... we hadden je wel kunnen geloven. Ja, precies. Hoezo is hij sneller? Wat is dit nou? Die is sneller. Die met tandwieltjes, hoe heet die ook alweer? Klinkklank. Ja, die. Klinkklank is aardig snel hoor. Ja, blijkbaar. Incinerate. Beam. Oké, nog één Pokémon, dan heb ik de Double Battle ook verslagen. En dan ga ik even een paar keer heen en weer de route weer in om te kijken of de Rallydon er staat. Ja. Ik ga dan heel even alvast mijn dingen ophalen in Winden. Is prima. En mijn dingen ophalen bedoel ik echt maar één ding. Dat is gewoon letterlijk alleen even de Pokémon Center triggeren. Oké. Okay. Zo. Nee. En een ander iets wat ik ook wel geinig vind... maar dat zie je bar weinig. Zijn mensen die TCG-packs openen... een team maken van de TCG-packs. Yeah. Oh, een team maken van de TCG-packs. Oké, okay, ja. Ik kijk wel mensen die openen... maar niet die... Ja. Trouwens, jij bent een Yu-Gi-Oh-fan. Hè? Ben je ook fan van... Oh, wacht. Hier zit trouwens een... Als het goed is, hier rechts een TM. Ja. Maar zou je toch denken dat ik een Yu-Gi-Oh-fan ben? Komt door de twee Yu-Gi-Oh-series die nu op het kanaal staan... Ja, nee, omdat we het de vorige keer over hadden. Ja. Maar dat wou ik nog zeggen. Oh ja, daarvan vond ik de trading card ook altijd heel vet. De pack openings. Ken je het kanaal Simply Unlucky? Ja, die ken ik. Ja, die had echt vette pack openings en zo. Maar dan kijk ik wel alleen maar van de oude kaarten, zeg maar. Dus dat die gen zo packt en dat soort dingen. Zeg maar. Ook van de Legacy Support of dat niet? Nee. Dat er nieuwe kaarten uitkomen om die oude kaart een beetje te helpen. Oh, nee. Okay. Nee, gewoon echt old school, zeg maar. Dus Legend of Blue Eyes. Spelmasters. Ja, precies. Ja. Nee, spelmasters, spelrulers. Ja, oké. Okay. Nee, ik kijk hem en ik kijk ook Simo. En Simo is nu alle TCG-packs door aan het gaan. En is samen met iemand anders nu... iedere aflevering open ze 24 packs. Kijken ze wat ze eruit kunnen halen. Doen ze een doel. En de volgende aflevering pakken ze weer de TCG-set die daarna uitkwam. Echt? Dat is wel vet. En dan uiteindelijk totdat ze bij het einde zijn. Maar ja, jammer genoeg doen ze maar één aflevering per week. En heb je enig idee hoeveel TCG-packs er ondertussen al zijn? Nee. Nou, als het niet ondertussen tegen de 100... Nou, niet 120, dat niet. Oprecht vind ik dat nog best meevallen. Oh, het is veel hoor, ik vergis je niet. Maar ik had veel meer verwacht. Ik dacht iets van de 300 of zo. Nou, zo erg is het ook niet, maar... Maar Pokémon heeft ook al veel sets trouwens. Hè? Ja, maar verschillende Pokémon, zoveel dingen brengen ze weer opnieuw uit. Dus bijvoorbeeld een Wooper kan misschien 8 à 9 variaties hebben, terwijl Yu-Gi-Oh... Het enige wat je kan hebben is misschien een reprint. Maar voor de rest zijn het iedere keer nieuwe kaarten. Precies. Ja, ik zie nog wel eens hele oude Monster Reborns voorbij komen. Of nieuwe. Ik weet niet of het nieuw of oud is. Maar ik ben gewend dat ene zwaardje, weet je wel. Dat is voor mij Monster Reborn. Maar je hebt ook zo'n Monster Reborn op zo'n steen, zeg maar. Ja. En je hebt ook oude en nieuwe Dark Magicians. Ja, je hebt ook nog die rode Dark Magician, wat ook gewoon een normale Dark Magician is. Nee, precies, maar dat komt wel om één reden. Dat is gewoon omdat ze populair zijn.
Even op, ik ben even op zoek wat de laatste Yu-Gi-Oh! Ding was. Want vaak kan je dan nog even uithalen van oké, wat was dan de laatste? Maar dan zul je altijd zien, heb je even moeite met zoeken. Wat zijn met de zoektocht? Ik weet de laatste Pokémon. Oké. Kom op. Kom op. Ik weet dat er een eentje is. For fuck's sakes. Geen Duraludon voor mij. For fuck's sakes. Waar? Ik haat dit zo erg dat ik gewoon niet fatsoenlijke dingen kunt doorgeven. Pardon. Dank je. Ik ben echt aan het kijken. Ja, sorry mensen, dat het niet echt een interessant beeld voor mij is. Maar ik ben even aan het kijken voor de hoeveelste er nu uit hiervan is. For fuck's sakes. Kom op, geef me een nummer, geef me een nummer. Nope. Ik heb eerlijk gezegd echt geen idee. Want normaal staat er gewoon netjes bij van de hoeveelste het is. Oké. Maar nu weet ik niet. Nee, de enige die... Weet eens dat er nog in december nog een eentje uitkomt. Voor de rest heb ik geen idee. Oké. Ik kan geen Duraludon vinden helaas. Dus, Dan loop je even naar Winden. Dan heb ik nog steeds maar 5 Pokémon. Ja, ik ben al in Winden geweest hoor. Dus ik vlieg er gewoon naartoe. Oké. Is het eigenlijk tijd voor ons om de part te beëindigen. Dan gaan we de volgende keer beginnen aan de League Fights. Jop, met 5 Pokémon, jee! Nee, kijk wel even of ik nog een Pokémon erin kan doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. En dan zie je heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos. Oh, vergeet niet te abonneren trouwens. Doei.